Hallo Pokévrienden, god, daar zijn we weer. En we hebben weer een nieuwe video voor jullie. Tenminste, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En dat is met deze Glaceon V-Star Box. Ik had deze toevallig nog over, dus ik denk, nou weet je wat, dan maak ik hem zelf open. En dan kan ik jullie laten zien wat we in huis hebben met dit. Het zijn de nieuwe boxen. Ze zijn de voorlopers op de nieuwe set Brilliant Stars. Met in plaats van VMAX de V-Star kaart. En je zit hier met Glaceon al. Dus ik ga snel de box voor jullie openmaken en dan gaan we eens even kijken wat er in dit boxje mag zitten. Hopelijk halen we wat leuke dingetjes eruit. Zo, doosje weg, plastic weg. Dan gaan we de promotjes even slieven. En dan komt het allemaal goed. Zo. Kijk. Hier hebben we dan de V-Star promo. En die gaat natuurlijk ook netjes in het uploadertje. Zo. Kijk. Daar is de V-Star. En dan hebben we nog de normale V. En ik moet zeggen, de artworks op deze promo zijn ook echt weer fantastisch. Als je een Evolution fan bent, met name een Glaceon en een Livian fan. Ik zou zeggen, joh, dan zijn deze boxjes helemaal voor jou besteed. Natuurlijk ook de Jumbo promo van Glaceon. En dan heb je dit keer ook weer een V-Star tag erbij. Die krijg je ook in de box. En natuurlijk je packies. En de promocodekaart. Ook die zit erbij natuurlijk. Nou, we hebben dan twee keer Evolving Skies, twee keer Fusion Strike. We gaan gewoon lekker met Evolving Skies beginnen. En laten we hopen op een dik hitje. Het zal een kort videootje worden wat dat betreft. Vier packs. Is niet veel. We hebben in onze eerste pack vandaag een Fighting Energy, Scrafty, Ursaring, Crystal Cave, Slakoth, Flabébé, Carvanha, Dwebble, Mareep, een Reverse Emolga. En we hebben een hit. Het is een Trevenant VMAX. Kijk, kijk, kijk. Eerste pack en we hebben al meteen een hitje. Een VMAX Boompie. Ja, hit is een hit natuurlijk. Trevenant. Hopelijk krijg ik hem er goed in. Ja, kijk eens aan. De Trevenant VMAX. En natuurlijk onze Reverse Emolga. Voor iedereen geldt natuurlijk, mocht je kaarten zien die je leuk vindt. Alles is in principe te koop wat op video gepoeld wordt. Dus mocht je interesse hebben in de promo's of in de pools die we hebben vandaag, stuur een DM en dan valt er altijd wel wat te bespreken. Gaan we door naar packje 2 van Evolving. Een Fire Energy, Shopping Center, Herdier, Pyroar, Seedot, Woobat, Eevee, een Tympel, een Reverse Hydreigon en een Altaria. Nou, voorlopig moeten we dus even nog met de VMAX doen. Maar we hebben ook nog Fusion Strike. Daar kunnen ook nog wat leuke dingetjes in zitten. Twee pakjes. Kijk, en zo zie je, maar weet je, die boxjes zijn altijd een beetje aftasten. Wat zit er wel in, wat zit er niet in. Ja, dat is altijd de gok die je neemt. We hebben een Leaf Energy, Simipour, Metapod, Battle VIP Pass, Trubbish, Totodile, Phantom, Snorlax, Snom, een Reverse Gligar en een Electros. Nou, dan hebben we nog één pack. Nou, laten we maar hopen dat er nog één mooi dik hitje in zit. Deze Gengar pack. Dat zou toch wel leuk zijn, toch? Oh. Komt-ie dan. 1, 2, 3, 4. En we hebben Fighting Energy, Shauna, Primeape, Barracuda, Goomy, Aerokuda, Snubbull, Geodude, Sizzlipede, een Reverse Eevee en de laatste kaart is een Holo Steelix. Dus dat betekent dat de enige hit in deze box de Trevenant VMAX kaart was. Dit was de bulk, dit is een beetje bulk. Zo. En natuurlijk de Reverses en de Rares, die hebben we ook nog. Nou, dit zijn dus de hits uit deze box. Een Trevenant VMAX, Glaceon V en een Glaceon V-Star. Dit zijn natuurlijk de promotjes. Dit is de VMAX. Mocht je hier interesse in hebben, wat ik zeg, stuur me een DM. Je kan me vinden op Instagram, Facebook en YouTube. Daarop ben ik gewoon bereikbaar. En ja, laat het vooral even weten.
Natuurlijk hebben we ook de Jumbo. Die mag ook natuurlijk weg met de tag. Dus bij deze, heb je interesse, neem contact op. En ja, hou gewoon mijn pagina's vooral in de gaten voor de nieuwste updates en de nieuwste producten die binnenkomen natuurlijk. Bij deze korte video, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik probeer binnenkort weer wat nieuwe dingetjes te uploaden qua video's. Maar voorlopig was dit het voor vandaag. Pokévriendjes, hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, Pokerino, out!